Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn hier nou, aan het Wolderwijd, aan het water. En er gaat weer wat gebeuren in Harderwijk. En dan zeg ik bij Haken 13 altijd, daar wil ik alles van weten. Maar ik wil eens weten, wie ben ik voor de camera? Ank Bos. Debbie Ipma. Samenloop voor hoop, hoorde ik. Wat is dat? Nou, de Samenloop voor Hoop komt hier op 5 en 6 september in Harderwijk. En het is een evenement wat wij organiseren om geld op te halen voor kankeronderzoek. En er zullen hier allerlei teams gaan lopen, 24 uur lang, om daar geld voor op te halen. Nou, dat is heel gaaf. Hoe kunnen die teams zich opgeven? De teams kunnen zich opgeven bij, bepaalde adressen. En een team bestaat uit 10 tot 15 mensen. En die 10 tot 15 mensen wisselen elkaar af en die wandelen 24 uur. En ze kunnen alle informatie om zich aan te melden vinden op de website van de Samenloop. En die geef jij even door. Nou, de website is www.samenloopvoorhoop.nl/Harderwijk. En ook via de algemene website van de Samenloop, samenloopvoorhoop.nl, kan je er gewoon terechtkomen. Ja, via het KWF, hè? Ja, klopt inderdaad. En dan ben ik toch ook benieuwd, sponsoren. Kunnen sponsoren zich aanmelden om dit goede doel te ondersteunen? Jazeker, we hebben heel veel sponsoren nodig. Juist ook omdat het de Samenloop kost natuurlijk al geld om te organiseren. Maar voor het goede doel willen we ook heel veel geld inzamelen. En niet alleen voor het grote KWF, maar ook juist in Harderwijk zelf. De Tuinkamer, de Marentak, onze plaatselijke kankervereniging, waar mensen kunnen binnenlopen die kanker hebben gehad of die er nog middenin zitten. Ook die willen we heel graag ondersteunen. Dus iedereen die sponsor wil zijn en die de Samenloop wil steunen, die kan met welk bedrag dan ook een bijdrage leveren. Nou, hartstikke gaaf. Noem nog één keer de datum en hoe laat we gaan starten. Mag ik nog iets zeggen? Ja. Op 23 uur 's avonds, op 5 september, is er een lichtjesceremonie. Een kaarsenceremonie. Ja. Alle kaarsenzakken die overal worden verkocht, overal zijn verkooppunten, die worden op dat moment allemaal aangestoken. En die branden de hele nacht om mensen te gedenken, te herdenken, ja, om mee te leven. Dat is indrukwekkend. Indrukwekkend gebeuren. Ja. Ja. Ja, ik zag het al op YouTube. Stiekem zit je toch te kijken, hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja. Nou, dan mag jij als laatste vertellen, hoe laat gaan we starten? Welke data is nog? Nou, op 5 september beginnen we om 5 uur met de openingsceremonie. En dan zal het evenement geopend worden en zullen ook de lopers van start gaan. Nou, dank jullie wel. Ik wens jullie heel veel succes. En ik vind het een eer om weer bij te zijn voor lokale televisie Harderwijk. We gaan er wat van maken. Geweldig. Samen staan we sterk. Doen we.